Hoi mensen, Scriptier, en vandaag ben ik weer terug met een nieuwe video op deze maandagavond. En ik zei dat net, yo, Repsi hier, sorry als ik die fout nog wel eens maak. Maar het is natuurlijk, theoretisch game hier. En ik ben vandaag samen met Thijs, hallo Thijs. Hallo, yo. En ik hoop dat jullie hem in ieder geval een beetje goed kunnen horen. En we gaan vandaag gewoon normaal duo's doen, gewoon normale game mode. En wat vinden jullie trouwens van mijn shirt? Staat er relax op, dus wacht, relax. Zo is het voor jullie. Ja, oké, prima. Okay, gebruik jij ooit nog een keer een andere skin? Nee. Ik trek het altijd aan. Nee, ik ga dat niet doen. Wacht, even de dip. Thuis is weer gegletst. Normaal doe je dit maar 3 keer. Gewoon 3 keer dabben. Ja, oké. Ik wist op het begin niet dat jij de Orange Justice ook had. Kijk, ik heb deze vandaag gekregen. Ja, ik heb hier mijn Lama. Ik heb hier mijn Fortnite Lama knuffel weer bij me. Hallo Lama, leuk dat jij er ook bij bent. Hij heeft dus een Lama knuffel, die zet hij op zijn bureau als hij Fortnite gaat spelen. Dat is echt... Niet altijd. Nee, soms. Niet altijd. Wauw, is dat gewoon. Nee, ik ben een Lama. Wauw. Ik vind het nog steeds leuk om met hem een gek stemmetje op te zetten. Ja, I can understand. De laatste tijd heb ik wat meer kills. Dat is very chill. Maar goed, dames en heren. Ik heb dus ook iets gemerkt de laatste tijd. En dat is, als jullie mijn Instagram volgen. Mocht jullie die nu niet volgen, linkje staat hieronder in de beschrijving. Dus check sowieso ook heel even mijn Insta. Alleen via mijn Insta hebben jullie als het goed is kunnen zien dat ik een nieuwe videokaart heb gekregen. En die nieuwe videokaart, dat is de GTX 1060 6 GB. En met die nieuwe kaart kan ik alles letterlijk in de hoogste graphics opnemen. Echt waar, Battlefield 5. We zitten in de Battlebus. Battlefield 5. We zitten in de Battlebus. De Battlebus, alles. De Battlebus, Fortnite, maar goed, alles. Oké. Okay, kom, we gaan naar retail. Wil je echt naar retail? Dat is een, ja, dat vind ik een hele plek. Dat is best wel druk plaatje. Maakt het uit. Ik denk dat het drukker wordt in Tilden als in retail. Ja, ik denk het ook. Ja, dat zal wel zijn. Wat denken jullie? Ja, kun je even je headset... Ik laat altijd mijn kijkers veel te veel in de reacties zetten. Thijs, kun je alsjeblieft even je headset opdoen? Want je hoort mij echt echo. Ik hoor jou niet echo. Ja, maar de kijkers wel. Kun je alsjeblieft even je headset opdoen? Of je gewoon je headset opdoen. Oeh, ik heb blauw tactical. Kun je alsjeblieft je headset opdoen? Hallo, Thijs. Ja, zal ik zo even doen. Ja, oké, prima. Hier is iemand op het dak. Kijken, hier, ja. Ha? Oké, gaat goed komen. Wacht. Nee, dat gaat niet goed komen. Oh, je bent al... Okay. Ben je al dood? Oh. Ja, headset op. Oké, prima. Krijg je er ook geluid door? Nee. Gast, je hebt de legendary pump. Ja, I know. Ben je mij aan het spectaten? Ja. Ja, anders zou je dat niet weten natuurlijk, hè? Ja, maar... Nee, daarom. Ik moet weer eens naar boven. Zal ik ook doen. Ik bouw gewoon even een grondje. Oh nee, wacht, dat kan natuurlijk niet, hè. Haha, noob in Fortnite. Wacht. Ah! Ik wil die kogels hebben, maar dat lukt me niet. Please help. Wacht. Kan ik deze sprong halen? Oké. Ah, please. Nou. Dat kakding zit in de weg. Oh, ja, nu hoor ik je wel via mijn headset. Ja, oké, dat is wel perfect. Oké, thanks. Nu heb ik hem. Oké, even mijn loot goed indelen. Kon ik gewoon instellen op Discord, like. Hoe dom. Ja. Oké, ik doe deze even hier. En dan ga ik ook gewoon deze direct even innemen, want er is hier toch niemand. En ik hoop dat we een beetje goed in de cirkels terechtkomen vandaag. En dan ga ik natuurlijk gewoon proberen om eerste te worden, maar ja, ik kan niks beloven. Trouwens, jongens. Ik heb morgen toets, dus wens me succes. Ah ja. Wens hem succes met zijn toets.
Ja, ik heb hem al getoetst. Alleen, het is rekenen dus. Ik ben 3 stemmen aan het rekenen. Mocht je niet weten, wij hebben op mijn school aanpakken. En 1 is het laagst, 3 is het hoogst en 2 is het tussenin. De meeste zijn natuurlijk 2. En ik ben 3. En ik heb ook het pluswerkboek, maar dat heeft er niet mee te maken. Ja, oké, maar dat maakt allemaal niks uit. Nee, klopt. Dat maakt helemaal niks uit. Welk niveau je bent, dat maakt helemaal niks uit. Nee, want uiteindelijk word je toch gewoon goed in rekenen. Zit iemand boven mij? Ik zal onder de trap gaan zitten. Maakt sowieso niet uit. Ja, ik ga onder de trap zitten. Ja, nee. Oh, fuck. Oh. Auw, hazen. Ik dacht dat jij hem had. Serieus? Ja, serieus. Meen je dit? Ja. Oké, jongens, dat was dus best wel stom, want ze kwamen ineens met z'n tweeën. En ja, dankzij Thijs ben ik dus onder de trap gaan zitten, dus dankzij hem is dit mislukt. Heeft je nou mij de schuld? Ja. Hoe kan ik weten dat hij niet gemaakt worden? Dat kon jij weten. Dat moet gewoon. Jij moet dat weten. Jij bent toch de Fortnite pro? Jij zegt altijd dat ik noob ben. Ja, nu niet. Oh, ja, ja. Als de camera aanstaat, noem je me geen noob. Ja, ja. Okay. Nee. Maakt niet uit of er een camera aanstaat. Je bent een noob. Oké. Okay. Ik word dus iedere dag noob genoemd door die gast. Ja, hij wordt serieus iedere dag noob genoemd terwijl hij beter is als mij. Ja, ik word noob genoemd door een noob. Ja, dat is wat noobs doen, hè. Die noemen iedereen noob. Jullie zijn geen noob. Jullie zijn allemaal pro in Fortnite. Alleen ja. Jasper is niet goed in Fortnite. Ja, iedereen is goed in Fortnite, behalve ik. Oké, jongens, dat is dat. Iedereen is Fortnite, goed in Fortnite, behalve ik. Ja, Fortnite dansjes. Daar ben ik echt een master in. Iedereen aan mijn klas zegt ook echt, jij kan de wiggle echt supergoed. Ja, de wiggle, ja, grappig hoor. Ik kan die inderdaad wel goed. Waar wil je landen? Fatalfields. Fatalfields. Ik heb trouwens ook bijna een challenge gehaald. Want je moet 11 keer de busdriver tanken. En ik heb dat nu 6 keer of zo gedaan, dus dat is best wel... Heb je die nog niet eens gedaan? Ik heb die al lang gedaan. Echt... Maakt toch niet uit. Lang voor de vakantie. Ah, dat maakt niet uit. Jij speelt ook eigenlijk niet heel veel uit. Ik vind het wel leuk om op te nemen. Ik heb een nieuwe Disco Glider. Yes. Oh, wauw. Heb jij die pas net? Volgens mij wilde het toch wel druk, Jas. Ja. Ik denk dat het... Kom, we landen wel even bij elkaar. Ik denk dat ik gewoon niet meer hier naartoe ga. Ik denk dat ik gewoon even naar een huisje verderop ga. Ik weet niet wie dit is, achter mij. Was er net iemand hier? Oké. Ik zou even met mij meekomen naar dit huisje. En dan kunnen we hier gewoon looten. Oké. Ik heb alleen maar kogels. Kak, ik had gehoopt dat hier een wapen lag. Ik heb een wapen. Maar te vergeefs zijn we hier naartoe gekomen. Let's go. Hak deze building. Top. Niks meer van te zien straks. Oké, ik zou even... Want hier lopen als het goed is een paar ziplines. Als ik me niet vergis. Of lopen hier geen ziplines? Geen idee. Ja, als het goed is wel. Hier in de buurt, ja. Hier lopen ziplines. Jongens, ik vertrouw die bosjes echt voor geen meter, man. Oké, er wordt ineens op mij geschoten. Was jij dat? Ja. Hoe kom jij aan een wapen?
gevonden uit een chest. Uit een chest? Waar zag jij een chest? Ja, ik ben niet bij jou geland. Ja, oké. Dat is een beetje. Oh my god, ik heb een een blauwe bolt action. En nog een AR. Ik heb een AR voor je. Nee. Ik ben... Wat? Hoe kun je zo snel hier zijn? Ik heb bouwen. Ja, oké, dat heeft eigenlijk totaal geen nut voor nou op dit moment. Daarom. Wat doe je? Oké, ik heb dus alleen een shotgun. Vraagt iemand jou, wat doe je? Zeg dan gewoon, ik ben aan het leven. Makkelijk te zien, hè? Ja, very makkelijk. Ja, wat moet je dan zeggen? Ik zou zeggen, oh ja, ik zie het. Mister Rampage. Ik zie wel bandages hier. Dus dat is sowieso chill. Hey, ik zou even geen grenades verspillen, man. Oh, chips. Ik loop er ook gewoon doorheen. Oh, ja, van mij krijg je geen damage. Alleen van jezelf. Ah, nee, logisch. Hey, hoeveel hout heb jij eigenlijk? 169. Ik 287, dus... Zo. Dat gaat weer goed. Oh, okay. Ik wil deze. Hier ben ik goed mee. Nou, qua loot gaat niks goed, man. Hey, ik zie een vliegtuig achter jou. Ja, ik kan hem met mijn shotgun kan ik hem niet raken, hè? Ik zie wel dat ding. Ja, wacht. Kijk mijn mooie wapen. Kijk mijn mooie... Ik ga wel even achterop, oké? Okay? Wacht, kun jij misschien even daarop springen? Op die heuvel? Nee, ik was misschien. Ja, oké, wacht. Jump. Nee. Je moet eerst op dat kleinere heuveltje, zeg maar. En daarna... Ja, ja. Via zeg dat hem. Kleinere heuveltje op zeg de grond. Zeg hem. Hou op. Je bent pro. Laat even weten wat jullie van ons vinden. Noob, pro of gemiddeld? Wacht. En nu hierop. Ja. Ik stap maar direct af voordat het weer misgaat. Oké, en de loot die hier ligt is voor mij. Dus drop even al je loot die je hier gevonden hebt. Want ik heb nog geen wapen, jij wel, dus... Nou ja, ik heb wel een wapen, maar laat ik het zo zeggen. Ik heb geen fatsoenlijk wapen. Hier is een kist. Oh, die vind ik chill. Ja, die vind jij chill, maar die is voor mij. Ja. Doe ik ook altijd als ik met mijn vriend ga spelen. Ja, gamen. Ik ga mij geen namen noemen. Ik zeg gewoon mijn vriend, hij is ook mijn neef. Maar ik ga geen namen noemen. Als hij deze video kijkt, hij weet vast wie ik bedoel. Echt een goeie. Ja, tuurlijk. Hij weet wel dat het over hem gaat. Ja, mijn beste vriend. Nu weet hij het zeker. Ik ben benieuwd, zullen klasgenoten mij kennen? Denk wat, ik... via YouTube? Ik denk het eerlijk gezegd niet. Nee. Oh. Hij is wel mooi op het dak geparkeerd, zeg. Ja, nou, dat is helemaal mooi, man. Een challenge. Nee. Voor een challenge. Tada. Hey, let's go. Oké. Dat is, very nice, een sniper rifle. En grenades, die hoef ik niet. Mensen vragen zich nu af, waarom ruil je die in voor een pistool? Waarom ruil je de sniper niet in voor een pistool? Nou, weet je wat, dus is een pistool... Dat, die vind ik gewoon heel erg chill schieten. Dus, ja, want die schieten zo snel, zo... Tiu-tiu-tiu. Ja, op deze manier. En ja, dat vind ik gewoon super chill gewoon. Oké, ik pak gewoon even die heavy nog steeds. Oké, we zijn in de top 26, dus het begint al very hard op te schieten. Ik ben laatste derde, nee tweede geworden. Nee, ja, derde. Nee. Derde ben ik laatste geworden. Was dat was nog in het weekend, volgens mij. Doe er zo lang over om een trappetje te bouwen.
kan ik hem net zo goed weghakken. Oké, okay, ik ga dit keer rijden, dus stap maar op. Hij mag vast. Dit is toeteren. Oké. Okay. Dan gaan we wat dieper de cirkel in. Oké. Okay. Oh nee, stel wij zijn met z'n tweeën en we zien dat er nog drie over zijn. Dan is het dus 2-1. Dan winnen wij. Denk je echt? Tenzij diegene een pro is. Maar ik heb stinkbombs, dus ik gooi dat niet. Het waren die kneten. Wat is dat? Oh, dat was die politieauto. Ja, dat weet ik ook niet. Oh, kak. We moeten helemaal naar de cirkel. Oké, okay. Ik drive ons er wel naartoe, oké? Okay? Rijden, want de storm komt eraan. Ja. Nee, de storm komt er nog niet aan. Nee, hij komt er nog niet aan, nee. Maar wat denk je? Hij moet wel naar doorrijden. Ja, ik denk dat we ergens bij Dusty in de buurt gesniped gaan worden. Dat is Dusty, hè? Ja. Oké, okay, ik hoor een vliegtuig boven ons. Ik zie er twee. Ja, dat kan niet, man. Als we ons gaan schieten, dan hebben we een probleem. Ja. Ik zit al helemaal te denken hoe de kills gaan vallen. Maar ik heb mijn Fortnite op stream omhoog gezet. En ik ben trouwens stiekem ben ik nu een tijdje ingelogd op andere servers. Niet op de Europeaanse servers. Andere servers. Oké, dit is dus very gevaarlijk, want we kunnen nu niet zien wat hier. Ik zag net zelfs twee mensen. Serieus? In het fort. Oké, waar zag ik? Hier, daar. Ja, in dat fort. Ja, oké, okay, wacht. Nee, dan gaan we gewoon weg. Wacht op mij. Nee, ik wil niet alleen dood nee, hier. Nee, doof hier. Oké. Okay. Ah, als we nu snipen, of het zijn hackers. Nee, of ze hebben één assist, of ze hebben één bot. Dus dan zijn het hackers. Ja, wacht, ik ga even een schans nemen. 3, 2, 1, go! Goeie trickshot. Kijk, kan ik hier even wat hakken, zo. Ja, het is dat je even dat van de weg hakt. Hompje! Ik kan gewoon hakken. Gast, kijk. Nee! Gast, je gaat naar de storm toe! Oh. Weg. Oh shit! We zitten echt niet meer in de cirkel. Ah! Vluchten voor de storm. Oh no. Oh. Oké, we moeten heel snel weg, man. Ja, man. Wacht. Wow, yo. Lekker. Zo, 52.000. Mijn beste vriend, waar ik het net dus ook over had, had ik op 2 miljoen. Even serieus. Hoe krijg je dat voor elkaar? Dat is al je nummer. Wat had hij? Ik heb 2 miljoen met een trickshot. Dan moet je wel iets heel lang. In welke game? In welke game? Fortnite. Oké. Met een quad crusher, als het goed is. Dat heeft iemand volgens mij niet verteld. Wacht, volgens mij kunnen we daar een vliegtuig pakken, als je mij even... Oh! Ik ben net van achteren gehit! Oké. Je bent zeker weten gezegd... Gast, wat is dit nou? Huh? Help. Ja, oké. Revive me. Hun denken, ik heb er één knocked. Ah, shit, ik ga me niet lukken. Wacht. Bouwen! Ja, doe ik. Zet me niet onder druk, oké? Okay? Want dan gaan we sowieso verliezen. Ja, gast, hou even op. Ja. Ja, en zo meteen gaan ze ons aanvallen weer. Ja, ze komen van boven. Bouw dakje. Laat me worden. Ja. Ik zag die andere gast niet. Oké, okay, maar we zijn wel 9e in ieder geval, dus dat is wel chill. Nee, ik ben een lama. Nee, 11e. Ja, oké, okay, ik had het eerlijk gezegd al wel verwacht. Maar goed. Oké, okay, zullen we dit keer naar een locatie gaan waar vliegtuigen zijn? Oh ja, ik weet wel waar er een is. Heel... Ja, 3. Ja, dat weet ik ook.
Maar rond ongeveer bij het midden van de map, daar staan een paar vliegtuigen. Dus wanneer als ze daar gewoon in gaan. Je hebt ook vast die flies. Ja. Dip. Ik denk niet, jij hebt deze sowieso niet. Nee. Dan heb je deze al helemaal niet. Deze. Nee, die heb ik niet. Maar heb jij Battle Pass? Heb jij Battle Pass? Ja, ik heb Battle Pass. Ja, ik niet. Dus dat is best wel kak. Waarom koop je dat niet gewoon? Ja, ik wil de Battle Pass eigenlijk niet meer. Snap je? Ik ben nu wat voorzichtiger met in-game geld aankopen. Ik focus me veel liever op YouTube. Yeah. Vinden jullie het leuker om mensen met Battle Pass te zien? Of maakt het jullie niet echt uit? Laat even weten. Ja, please. Ik laat altijd echt iedereen 10.000 dingen schrijven. Zeggen in de reacties, dus... Ik laat eigenlijk bijna nooit jullie iets zeggen in de reacties, dus ja. Ik echt altijd. Eigenlijk moet ik veel minder met Thijs doen, maar ja. Ik schiet hier al die bomen kapot. Oké, eigenlijk is dit best wel leuk, maar aan de andere kant snap ik het ook weer nooit. Want willen we naar Frosty Flies? Nee. Ik denk dat we even hier naartoe gaan, want hier staan vliegtuigen. Ja. Als je inzoomt, dan zie je dat er vliegtuigen staan. Ja. Dus, Oh ja, daar staan inderdaad vliegtuigen. Oké, maar we moeten gewoon heel snel zijn, want het kan ook gewoon, ja, het kan ook gewoon super druk worden. Ah, 99 spelers, meen je dat? En dan wordt het... 97 andere. En dan wordt het best wel een lastig iets, want... Ik vind die... Ik vind die glider aan de ene kant kapot irritant en aan de andere kant best wel huge. Oké, eerst looten we hier. Zijn hier andere mensen? Zijn hier andere mensen? Nee. Jawel, volgens mij daar toch? Ik heb gelijk een wapen en niet. Ja, oké, ik heb zo'n ding die is zo chill. Ha! Zo'n ding heb je ook veel aan. Dat moet alles zijn. Oké, ik pak gewoon even alles op en dan deel ik het later wel in. Oké, ik denk dat we nu gewoon even een vliegtuig gaan pakken. Even naar een rustige locatie. Oké, wie vliegt? En dan hak ik heel even. Ja, ik. Ik kan super goed vliegen. Ja, behalve tegen machine guns. Daar kan ik niet echt tegen invliegen. Maar tegen snipers kan ik super goed vliegen. Dus. Ik denk dat bijna iedereen dat wel kan. Oké. Als jij even. Ah, nee, shift. Gast. Ja, dan moet je even naar mij toe komen. Ja, maar waarom vlieg je zonder mij al weg? Ja, het ging per ongeluk, sorry. Ja, vlieg maar, ik zit erin. Ja, oké, top. Oké, dan gaan we nu opstijgen. Oeh, redden we net. Lekker man, dat je dit even doet. Oké, beter we gaan even naar een rustige locatie. Ik denk dat we gewoon even hier gaan. Oké, dat is gewoon even hier. En dan gewoon even rustig gaan proberen te landen. Oké, wacht. Nee. Nee. Ah! Ja, jij kunt gewoon uitspringen. Nee, hey. Nee, vliegtuig! Kak. Heb ik ons enige vliegtuig weggedaan. Maakt niet uit. Wacht, kom terug! Nee, we kunnen gewoon terug. Kom, we gaan hier gewoon looten. Ik heb geen materials bijna. Wacht. Als wij hier nu dit even doen. Wat meer? Hier dit. Nee, ook heavy sniper heb ik, dus dat gaat lekker. Oké, qua loot zit er niet verkeerd. Ik heb een AR. Oké, om te voorkomen dat ik een beetje gesniped ga worden, ga ik hier zitten. Hier een beetje, dat is een best wel beschoten eigenlijk. Ik denk niet echt dat we hier gesniped kunnen worden. Oké, ik denk eerst dat ik deze doe, daarna deze. Daarna, ja, zo denk ik. En dan denk ik dat ik deze sowieso wel even in kan nemen. Wat chill is, deze geeft volgens mij iets van 75 shield of zo. En deze? Ja, dat ding is gewoon super fijn. Wacht, mag ik even die ammo? Welke ammo? Oké, ik wil vliegtuigen, man. Ja, maar voor die shotgun, geef me even ammo. Ja, ik heb niet veel, dus ik kan jou niks geven. Jawel. Nee. Jawel, je hebt ammo. Ja, ik heb wel ammo, maar niet veel. En dan moet je mij dat wel geven. Ik heb hier de shotgun. Nee, ik heb ook shotguns. Oh.
windje was. Oké, kom dan. Aan die zipline. Oké, laten we even hopen dat hier nog vliegtuigen staan. En ammo. Ik hoop niet dat hier iemand is. Dan hebben we echt een probleem. Probeer ik hem wel te killen. Weet je wat het verschil is tussen tactical en een pump? Ja. Volgens mij schiet de tactical gewoon meer kogels. Ja, ik heb geen idee. Echt niet. Als je mij dat soort vragen gaat stellen, echt waar, ik zou het antwoord niet weten. Wacht, kunnen wij niet via deze ziplines naar een andere vliegtuiglocatie? Ja, en dus die zijn er... Nee, er zijn geen vliegtuigen. Ja, wacht, volg mij anders even. We gaan gewoon met het openbaar vervoer. Oké, okay. Oh, ik zie daar een ammo drop. Of hoe noem je zo'n ding? Gewoon een airdrop. Ja, airdrop. Oh, hier is iemand. 4 hit, 6 hit. 16 hit. 47 hit. Ja, oké, okay, ik heb iemand knocked. Auw, kak. Pak diegene die knocked is. Die is hier. Bij mij. Pak diegene die... Auw, kak. Maar is die ene ook dood? Nee. Ah, jammer man. Ik had hem wel knocked. Hij wordt nu gerevived als het goed is. Ah, kak. Maar ja, ik kan wel genokt in ieder geval. Ja, in ieder geval... Oh, ik probeer nog hem in ieder geval te killen, maar... Wacht. Is uiteindelijk niet gelukt. Maar goed jongens, we zijn nu al 26 minuten en 41 seconden aan het opnemen. Dus ja, ik ga er denk ik nu gewoon mee stoppen. Dus jongens, dit was gewoon even een klein tussendoor Fortnite videootje. Of nou ja, het duurde best lang, maar goed. Ik ga nu deze video online zetten. Ik ga hem voor de rest niet editen, want ja, daar heb ik niet echt tijd voor. Want het moment dat ik dit opneem is avond. Dus jongens, als jullie deze video nou leuk vonden, like het. Als jullie mijn kanaal leuk lijkt, abonneer dan hieronder. Check nog even mijn Instagram en gamer natuurlijk. En mijn, alle andere social media. Mijn website, daar ga ik denk ik mee stoppen, dus dat doe ik eigenlijk niet. En andere skins zien jullie het. Ja, ze zien het denk ik wel. Als je goed oplet, dan zie je het wel. Maar goed, dames en heren. ik ben er trouwens ook achter gekomen dat ik met mijn nieuwe videokaart alles op de highest graphics kan opnemen. Ik heb deze video ook met deze graphics opgenomen. Ja, 60 fps, want mijn beeldscherm is 60 hertz. Dus ja, ik kan niet eens hoger dan 60 zien. Dus vandaar dat ik hem daarop heb. En mijn computer trekt ongeveer tot de 80 tot de 100 fps of zo bij Fortnite op de hoogste graphics. Maar ja, dat is dus. En of wat minder, ik weet niet precies eigenlijk. Maar goed. Dan zie ik jullie weer in mijn volgende video. Dus Thijs. 3. Ja. 2. 1. 1. Ja, zeg maar. Later. Ja, precies dat. Maar goed. Jongens, dit was het eind van de video. Laters.